Femke Molenaar, Timara van der Meulen, Petra. Met het voorlezen van de namen van de nieuwe raadsleden is de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen vanmorgen definitief vastgesteld. We hebben zojuist de zitting gehad van het hoofdstembureau. Er zijn geen bezwaren tegen de uitslagen of de vaststelling van de uitslagen binnengekomen. Dus dit is de nieuwe raad. En wat deze nieuwe gemeenteraad zo bijzonder maakt, is dat er meer vrouwen inkomen dan mannen. Dat is natuurlijk heel bijzonder voor Leeuwarden, maar in Nederland is dat ook best bijzonder. En ik denk dat dit een hele goede afspiegeling is van de inwoners van Leeuwarden. En dat denkt ook Mirka Antolovic, directeur van discriminatie Meldpunt Toemba en zelf ook raadslid. Nou, ik denk dat we langzamerhand inzien dat het niet meer alleen aan de mannen is om te politiek te bedrijven. En ik vind een van de beste uitspraken is van Els Borst. Politiek is te belangrijk om het alleen aan mannen over te laten. En kijk, onze wereld bestaat ook niet alleen uit mannen, maar uit mannen en vrouwen. Dus wat mij betreft moet het ook niet straks alleen maar vrouwen, moeten het niet alleen maar vrouwen zijn, maar een evenwichtig beeld van alle groepen. En dus niet alleen mannen en vrouwen, maar alle minderheidsgroepen. Het moet een afspiegeling zijn van de samenleving. En precies dat was een reden waarom Mirka zelf ook de politiek in wilde. Ja, een van de redenen hoor. Ik heb me daar niet heel bewust daarover nagedacht. Er moeten meer vrouwen. Ik vond vooral dat ik erbij moest, omdat ik iets bij te dragen heb. Maar zeker wel als voorbeeldfunctie voor andere vrouwen. In Nederland is wat dat betreft heel conservatief. Als je kijkt naar Oost-Europa, zijn daar veel meer vrouwen in de topposities en hoogleraren. En zelf kom ik daar vandaan en was het voor mij vanzelfsprekend dat je ook als vrouw daar een plek voor hebt.